En spreekwoordelijk hebben ze allemaal een stapje harder gelopen en hebben ze echt geknokt voor de overwinning. Frans Adelaar, vandaag een 3-0 zegen op een ploeg die van tevoren wel werd betiteld als titelkandidaat. Maakt dat jullie ook een titelkandidaat nu? Nee, wij moeten van ver komen. We hebben vorig jaar wisselvallig gepresteerd. En wij willen gewoon veel beter presteren als vorig jaar. Maar dan weet je dat tegen DVS 33 krijg je een extra uitdaging. Want het is een ploeg met behoorlijk wat kwaliteiten. Zeker voorin. En dan zie je aan het begin van de wedstrijd dat ze ook nog eens een keer een iets andere variant kiezen. Ze spelen met één vleugelspits, niet ingevuld, maar met een extra middenvelder. En dat was eens even aankijken hoe dat zou uitpakken, maar dat hadden we snel onder controle. En daarna denk ik dat we een prima wedstrijd gespeeld hebben. Met in de tweede helft, de eerste vijf minuten, dat we iets slordiger waren. Pakken een miscommunicatie. En dat is de enige grote kans die DVS toen heeft gehad naar rust nog. En ik denk dat wij soeverein uitgelopen zijn naar 3-0 en een terechte overwinning hebben geboekt. Ja, ik had zeker in die tweede helft dat ik dacht, DVS 33 is gewoon gedesillusioneerd geraakt door het gegroepeerde spel van Stedoco. Zag je dat ook zo? Nou ja, het is heel lastig om door een gegroepeerd team heen te voetballen. En er zijn nogal een hoop jongens bij DVS die willen in de bal komen en die willen graag een actie maken. En als je dan met velen dicht bij elkaar staat, dan is dat lastig doorheen komen. En dan krijg je zelf in de balovername krijgen wat ruimte. Nou, dat hebben we goed uitgespeeld. Ja, dan was het voor jullie denk ik ook vandaag nog een gekke dag. Een van jullie spelers verloor zijn moeder. Dat nieuws kregen jullie vanochtend. Heeft dat nog extra lading toegevoegd aan deze zegen? Absoluut. Etienne Mariana, zijn moeder, die is vanochtend vroeg overleden. Heel onverwacht. Etienne heeft heel geëmotioneerd deze wedstrijd aan zich voorbij moeten laten gaan. Maar wij hebben in de kleedlokaal tegen elkaar gezegd van wij willen ons maatje. Die een hele moeilijke dag heeft, willen we een extra steun meegeven in het verwerken van het grote verlies. En spreekwoordelijk hebben ze allemaal een stapje harder gelopen en hebben ze echt geknokt voor de overwinning. En die dragen we dan ook op aan Etienne met zijn overleden moeder.